Goedenavond sportliefhebbers en nogmaals welkom in het Armo Meele Stadion. Vandaag de wedstrijd tussen Koninklijke Voetbalclub Desselsport en Cercle Brugge. Einduitslag 0-3. We praten even na met onze beide trainers, Regie van Akker en Fred van der Biest. En ik ga eerst, als de beleefdheid het zegt, het woord geven aan Fred van der Biest. Ja, opnieuw een mooie overwinning over plaatsing. Ik kan misschien een keer vragen aan een bonnen dat wij elke week over plaatsing mogen spelen. We spelen dus duidelijk veel beter over plaatsing dan thuis, maar oké. Er is al genoeg over geschreven en gezegd geweest. Wat de wedstrijd betreft denk ik dat we gedurende de hele wedstrijd, buiten misschien de eerste 10, 12 minuten en de 10 minuten die gevolgd zijn na de 0-1, alles perfect onder controle hadden. Dat we een heel volwassen en heel mature wedstrijd spelen. We hebben ook altijd trachten te blijven voetballen. Bij momenten goed gelukt. Ik zeg het na de 0-1 iets minder. We zijn achteruit gedrongen zonder weliswaar te veel kans weg te geven. Maar ik vond het na vorige week dat we weer enorm ontgoocheld waren naar het gelijkspel thuis. Opnieuw een sterke prestatie van de ploeg. Tegen door de ploeg in vorm, die 18 of 24 uit. Moet je toch zeggen, ook zo'n plan testen voor de laatste 6 wedstrijden. En je weet dat als je 6 keer aan elkaar heeft verliezen, dat die misschien die nederlaag kort en kort opkomt. 24 sorry. Maar het is dan weer dat ik nu lang naar school geweest heb. Prestatie nog eens beter, hè? Nee, heel tevreden. Ik zeg het, scoren 0-3 is misschien niet zo overdreven. Ik denk dat 0-1, 0-2 ruim voldoende was. Oké. Tevreden. Dankjewel, ja. Scoren overdreven, 0-3. Dat was ook wel een beetje zo, denk ik, de G, maar ja. Uiteindelijk de kelk helemaal ledigen. Voor de eerste maal verliezen en dan tot het bittere einde. Is dat mening? Ja. ik kan me ook niet aansluiten aan de woorden van Fred. Hè. Ik denk dat we goed onder wedstrijd zijn begonnen. Ik doe niet direct een kans voor Kevin Jansen, denk ik, die alleen bij de doelman kwam. Maar ik denk dat we verslagen zijn door een ploeg die veel volwassener was, die veel matuurder was, om dan dezelfde woorden te gebruiken. En wij hebben er te weinig tegenover gesteld. En vooral naar jongens die dan de vorige weken bij ons toch wel spelbepalend waren. We hebben vandaag te weinig gezien. We hebben dingen beginnen doen, ondanks dat we verwittigd hadden. We moeten geen dingen doen die we anders niet doen. We hebben in momenten te veel gelopen met de bal. En ook het bespelen van de scheidsrechter, het uitlokken van fouten. Dat zijn dingen die wij nog niet beheersen zoals het moet. Zeker bij onze jonge spelers. Dat is een vaststelling, dat is geen verwijt. Langs de andere kant denk ik dat wij supporters, bestuurspelers, technische staf al een terug willen tekenen voor een reeks van 9 matchen met 8 keer zonder verlies. Dat er eens een einde aan ging komen, dat was een feit. Spijtig dat het thuis is. Maar ja, dat hoort er niet helemaal bij, omdat vorige week hebben we al wat redelijk gefeest, denk ik. Met z'n allen, dat mag, dat moet. Vandaag, ja, je voelt dat de ontgoocheling toch enorm is in een groep die 8 weken zonder verlies dan doet het pijn de eerste keer. Maar ik denk dat wij, dat we het al aangeven naar de groep toe, toch een aantal werkpunten hebben waar wij weer kunnen op verder bouwen naar de volgende weken, omdat dat toch weer tegenstanders zijn die ja, toch volwassen zijn, wil ik het maar zeggen. Dus ik denk dat we daar de nodige lessen uit vandaag moeten trekken en dan verder werken naar het teammatch. Van ons proficiat dan. Van Cercle Brugge. Oké, dank u. Ja. Dat was het dan voor vandaag, 0-3. En zoals er gezegd was, de eerste keer dat we zouden verliezen, zat eraan te komen natuurlijk. Het kan niet blijven duren, want dan zouden we op de eerste plaats geraken. Het kan niet goed spelen, maar dat kan alleen als je niet verliest. In elk geval, volgend weekend gaan wij de verplaatsing maken naar Royal Antwerp Voetbalclub. Onze supportersbus vertrekt om 18:45 naar het sportlokaal. En ik zou zeggen, ga ze nog eens mee aanmoedigen. Dank u.